Petjes worden opgedaan. Hij is nog steeds 30 graden. Even wachten, schat. Zo? Ja. Zo goed? Hallo. Hallo. Ah. Welkom op het Horse Event. Yay. Waar de petjes nog niet helemaal goed zitten. En waar de zon nog niet is opgekomen. Jeez. Gaan we? Je kan dus hier op het parkeerterrein precies zien wie de sponsoren zijn. Maar ook de belangrijkheid van parkeren. Zo heb je hier Evo. En dan heb je daar KNHS, FNRS en helemaal vooraan. En daar heb je hard voor paarden. En niet te vergeten, een fietsenstalling. Hoe cool is dat? Hallo, we zijn bij het Horse Event. Er zin in? Ja. 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 Leuk. Ik ga paardjes kijken. Oké. Zullen we Rick er weer afhalen? Oké, okay, doei. Ga naar de ferryfietsen. Ja, lopen maar. We gaan nu met een scanapparaat gaan we een penny ding halen. Yay! Yay! Ja! 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 Alsjeblieft. Nou, veel plezier ermee dus. Zo. Dankjewel. We zijn hier serieus 10 minuten. Niet. Sorry, 11. En Tessa die is verliefd. Is verliefd op Klaasje, een paardje. Een klein paardje. Dus even betalen en yay! Yay! Op de koffer van dit. Oké, het koffermodel. Precies. Ik wil vragen of de kinderen allemaal de bak in willen komen. Want via die kant kun je die kant bijstaan. Kim doet mee. En dan krijgen we dadelijk eerst Pippi Langkous erin. Nou hoor, Kim doet mee. Kim is er ook. En Sven Eister. Die gaat er wel op. Papa. Starting internationaal. En daar gaat Rick. Dus dat wordt heel spannend, Rick. Papa, Rick ging er bijna overheen, werd hij over het paard heen getild. Ja, Kim heeft het al voltiertje gedaan, dus die kan het gewoon. Pak vast, maar hij staat. En Kim, hè? Dus dat ze niet meteen de teugels in handen hebben. Yay, Kim! Woehoe! Voordat ze echt... Oké, en nu gaat Rick. Gaan we hier rechts zien we... Ik ben wel een hoog zelfs aan de gang. Ik zie zelf wel handstap heel. Ah! Meer, Rick! Ja! Zijn jullie klaar voor, Bas? Oh, komt ie, hè? 1, 2, 3. Zo, daar staat Rick. Ja. En... Dit wordt het mooiste stukje video van vandaag. Venna! Ja! Woehoe! Yeah! Yeah! Losrennen. Dus we gaan allemaal een paar keer naar de overkant, heen en weer. Oh. Rennen ook nog! Ja, rennen! Rennen! Laat jij aan deze kant. Ja, mooi. Doen we nog een paar keer. Nog een paar keer? Ja. Ik ga met de rennen! Gaan we nog wat twee? Ze hebben mij altijd geleerd dat de kring rond is. Dat is toch lastig, hè? Dat staat niet goed. Om het verrek is ik hier. Ja, wij willen dat onze sport, onze spieren allemaal lenig zijn en een beetje warm voordat het paard gaat, zodat we niet zo snel blessures krijgen. Ja, ja. Nou, je hond kijken. Kom op. Lekker. Goed zo. Heel mooi. Heb je nog meer? Ja.
Ik ben heel graag afstand. Zo. Ja. Ja, dat kan wel goed. Ja, graag, hè? Oh, even Rick nog. Rick de paard. Er gebeurt het arme paard. Wat wil jij doen? Fenna die gaat staan. Nee, je kan het, Fenna. Je kan het. Ik sta, jongens. Zo, ik zie jullie wel echt een vies, hè? Kan ik je vertellen, hoor. Oh. Kijk. Daar is Superman. Ja, goed zo! Kijk, hartstikke mooi! Moet je een bepaalde roes vastzitten? Kom jongen, goed zo! Een natuurlijke dressuurhouding kan aannemen. Let goed op Andorra. Goed zo, meisje! Sowieso nog geen pony rijden. Ja. Jullie zijn van Maneesje. En ik denk, ik wil sowieso ook nog. En ik ga meteen weer een puntje erbij zetten. En om de tussenstand eventjes te geven. Ik denk dat je de teugels ook vast mag houden als je het leuk zou vinden. Ik ben ook heel benieuwd. Oké. 2, 1. Ja, daar gaat hij. Welke ligt het eerst? Let goed op publiek. Let goed op publiek. Ja! En hier zijn allemaal hele kleine mini-Shetlanders, denk ik. Even kijken hoor. Ja. Europese mini-paarden. En volgens mij is dit soort knuffelboerderij. Het is wel heel schattig. Ze vinden het... Ja, dat zijn hele kleine hoefjes, hè. Ja, precies. Het horse event is afgelopen. Het was super gaaf. En nu zijn we in het Cantarel Hotel in Apeldoorn. Ja. Dat is Tess de favoriete hotel, hè? Ja! Ja! En hoe gaaf is het? Want we liggen nu nog gewoon buiten. Tenminste, hun ligt er buiten. En dan kan je zo hier, een beetje tegenlicht, kijken hoe gaaf. Nou, de kamer, daar hebben we nog een andere video van. Dus die zal ik even linken. Hierboven... Ja, daar ergens. Heel goed. Nou, het was mis een horse event. Jullie hebben de beelden allemaal gezien. Het was geweldig. Ja. Zelfs Rick, die niet van paarden houdt. Of in ieder geval niet heel veel van paarden houdt. Dus iedereen die van zijn vriendin mee moet, van zijn ouders, van zijn moeder. Het valt allemaal mee. Het is echt best wel heel leuk en gezellig. Ja. Dus het was de moeite waard? Zeker. Dus iedereen naar het horse event? Iedereen naar het horse event. Iedereen! Je kan zaterdag en zondag kan je nog naar het horse event en er zijn nog kaartjes. Dus ik zeg... Ik weet alleen niet zeker van zaterdag, want volgens mij is zaterdag uitverkocht, maar misschien zondag nog. Ik weet het. Maar dat kun je allemaal op de website zien van het horse event. Zo, Tess, hoe vond jij het? Leuk! Leuk! Wat vond je het allerleukste? Ik vond het allerleukste... Het rijden en het voltige. Ja, dat was wel heel spannend. En, knuffelen, denk ik. Ja, knuffelen met de ponies. Ze zijn knuffelponies bij de pennypiste. Ja. Nou, bij de penny paddock zijn zijn echt schattig. Superleuk, ja. Ik denk dat ik toch het, ook wat, ik weet niet hoe het heet. In ieder geval dat ik coole stunts op zo'n paard. Voltige. Voltige, ik vond het zo gaaf. Ja, Rick heeft ook meegedaan, zoals jullie gezien hebben. Wij willen het Horse Event bedanken voor de fantastische kaartjes en de toegang. Ja. Dat was echt geweldig. Geef vooral een duimpje omhoog. Nee. Wil je meer van ons zien, klik dan hier bovenop het i'tje. En geef vooral een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat is ook zien. Dus doei! Doei!